Komen jullie naar doen? We gaan even een goed statement maken naar de gemeenteleiding. We gaan even wat lekkere moorkopjes aanbieden met slagroom. Omdat ze toch met de kermisdagen het hele kermisgebied goed gereinigd hebben. Het zijn vakmensen. S'morgens vroeg in de weer met vuilniswagens, bladblazers. Dus dat is helemaal top. En wij wouden als zaak, als oma Rietje, als restaurant De Valk. En de bruine bonen aan de overkant even een goed statement maken naar de harde werkers. Bas Regeer van Petit Restaurant De Valk, Jan de Groot van Café Oma Rietje en Raymond Mullemeister van Café Restaurant De Bruine Boon in Leiden hebben de medewerkers van de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden vanmorgen tijdens hun pauze overvallen met een flinke stapel moorkoppen. Toen om 9:00 de medewerkers de kantine van Stedelijk Beheer binnendruppelden voor een broodje en een kop koffie, werden ze verwelkomd door de 3 horecaondernemers die met hun zaak in het Leidse kermisgebied zitten. Het is een blijk van waardering, zegt Regeer. De jongens werken altijd al hard. En als je dan ziet wat ze allemaal doen om het gebied weer schoon te krijgen na de viering van Leidens Ontzet, dat is gewoon geweldig. Ook de ambtenaren van de afdeling vergunningverlening van de evenementen bij de gemeente Leiden kregen van het drietal vanmorgen een moorkop bij hun koffie.